Premier Rutte spreekt vandaag het Oekraïense parlement toe. De toespraak volgt op een speech die de Oekraïense president Zelensky eind maart in de Tweede Kamer gaf. Hij vroeg daarin om meer wapens en strengere sancties tegen Rusland. Verwacht je dat die vandaag worden aangekondigd, of in ieder geval één van die twee, dat er meer vanuit Nederland nog komt en dat Rutte er vandaag zegt dit komt eraan? Nou, ik heb gisteravond nog een geïnformeerde diplomaat hierover geconsulteerd. Die zei nee, ik verwacht niet dat Nederland nou extra geld nog weer vandaag gaat toezeggen. Maar wie weet wordt dat alsnog last minute gedaan. Daar kan ik ook geen vergif op innemen. Het gaat er natuurlijk vooral om de solidariteit uit te spreken. Hè? Op dit continent woedt een barbaarse oorlog. En daar heeft Nederland duidelijk zijn standpunt over ingenomen. En het is nu goed dat Rutte als tweede buitenlands leider het Oekraïense parlement een hart onder de riem steekt en zegt wij staan schouder aan schouder. En dat is ja, heel normaal. Kan hij echt iets specifieks nog betekenen, meer betekenen dan dat? Dan alleen maar we staan schouder aan schouder, we steunen jullie. Het zijn natuurlijk veel woorden alleen. Ja, nou, ik denk dat het zijn niet alleen woorden, omdat Nederland speelt een belangrijke rol binnen de Europese Unie en de NAVO. En zit in de voorhoede van landen die zeggen dit kan niet, dit moet stoppen. Zonder dat Nederland zegt we gaan meevechten op de grond in Oekraïne. Die rode lijn die de NAVO heeft getrokken, daar gaat Nederland ook niet overheen. Nee, maar tegelijkertijd, kijk wat natuurlijk interessant is, is dat je ziet in het Westen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die hebben een hardere toon dan de Europese Unie richting Poetin. En die gaan ook verder in de steun aan Oekraïne dan de Europese Unie. Nou, de vraag is, gaat Nederland ook op dat spoor belanden? En gaat Nederland ook, zoals Johnson vorige week gedaan heeft, excuses aanbieden? Daar ga ik naar kijken. Dat is ook de reden waarom ik het vraag. Omdat natuurlijk Johnson, die als eerste regeringsleider sinds de oorlog dus het Oekraïense parlement toe heeft gesproken, die beloofde wel meer hulp in zijn toespraak. Hij bood inderdaad ook excuses aan. Dus ik dacht, misschien geeft Rutte daar navolging aan. Nou ja, het heeft ook natuurlijk te maken, je moet ook kijken naar de positie van Johnson. Het Verenigd Koninkrijk probeert zichzelf opnieuw op de kaart te zetten. Een eigen rol te vinden in de internationale arena. Nederland is lid van een bondgenootschap van 27 EU-lidstaten en van 30 NAVO-lidstaten. Het is ook een beetje niet te veel uit de maat gaan lopen natuurlijk. Wat hoopt u dat vandaag gezegd wordt door Rutte? Nou ja, ik vind het mooi dat het ook een erkenning is van de rol die Nederland heeft gespeeld. Ik denk dat we zijn echt solidair geweest. We hebben ons ook proactief opgesteld. Maar wat je ook net zei, Nederland speelt natuurlijk ook een belangrijke rol als lid van de Europese Unie. Dus het is onze directe daden. Maar ook in hoeverre zijn we in staat andere landen daarin mee te brengen. We hebben natuurlijk nauw contact met Duitsland, met al die. En dus er zit ook, zeg maar, achter de schermen wordt er natuurlijk ook, wordt er ook veel gedaan door Nederland om te zorgen dat we een beetje allemaal op één lijn komen. Dus ik ben eerlijk gezegd echt wel vereerd dat na het Verenigd Koninkrijk ons land deze eer heeft gekregen. Dat zegt dus ook wel wat. Het zegt echt wel iets over. En ik denk Nederland ook, dat gaat natuurlijk ook wel terug tot MH17. Hè, dat wij daar gewoon ook een hele directe persoonlijke relatie met Oekraïne hebben. En dat het ons dan ook emotioneel ook heel sterk raakt. Ja, wat nog wel een belangrijk punt is, wat Nederland, daar moeten we ook naar kijken van wat gaat Rutte zeggen over dat lidmaatschap? Daar moeten we niet moeilijk over doen. De Oekraïners willen dat lidmaatschap van de Europese Unie. Nederland is daar remmend in. Maar alles is in beweging. Dit zijn allemaal niet, dat is allemaal niet in beton gegoten. We zitten nu relatief aan het begin van het conflict nog steeds, vrees ik. Dus hoe zich dat verder gaat ontwikkelen, dat heeft ook impact op de kansen van Oekraïne om snel of niet snel lid te worden van de Europese Unie. Ja, dat gaat over de Europese Unie. We hebben natuurlijk, sorry. Het is goed om die afstand gewoon kort te houden met Oekraïne op dit moment. Terwijl ze gewoon een behoorlijke oorlog zitten met elkaar en zich solidair tonen. Ja. Dus ik zou niet weten waarom Rutte dit niet zou moeten doen. Ik zie alleen maar een belangrijke plus om het te doen. Ja, en het ging dus over lidmaatschap van Oekraïne dan aan de Europese Unie. Dat is een interessant punt. Wat een ander interessant punt is, los van deze toespraak, is het lidmaatschap aan de NAVO van Finland en Zweden. Deze week
wordt daar meer duidelijk over. Misschien zelfs al vandaag. Misschien zelfs al vandaag. Wat verwacht je daarvan? Want dat ligt gevoelig ook. Er zijn luide speculaties dat de Finse president vandaag gaat aankondigen dat Finland gaat toetreden. Nou, dat is natuurlijk historisch, omdat Finland een traditie heeft van neutraliteit. En Zweden zal dan waarschijnlijk niet al te lang daarna aansluiten. En die beide landen gaan toetreden. Ja, als je even uitzoomt. Poetin wilde de NAVO weg uit Oost-Europa. En wat gebeurt er? De NAVO blijft en komt dichterbij. Finland heeft een grens van 1300 kilometer. En nu zijn het alleen de Balten die grenzen aan Rusland. En straks dus ook Finland. Ja, Poetin heeft aangekondigd, ik pik het niet. Ik ga militair-technisch antwoord, typisch Poetin-jargon, militair-technisch antwoord formuleren. Men vreest cyberaanvallen, desinformatiecampagnes. Hoe denk je over provocatie? Dat sommigen dat als provocatie bestempelen richting Poetin, wanneer zij NAVO-lid zouden worden. Hoe kijk jij er tegenaan? Ik zie dat niet als een provocatie. Ik zie dat als landen die voor zichzelf kiezen. Ze zijn natuurlijk vrij te kiezen om zich aan te sluiten. En NAVO is een defensieorganisatie. Het gaat over de verdediging. Maar het is heel goed wat je zegt. Van dat natuurlijk de poging was om de NAVO te verzwakken. En om Europa uit elkaar te spelen. En alles wat we zien is precies het omgekeerde.